het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. En Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabeam. Rehabeam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. Asa verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Agas. Agas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon. Amon verwekte Josia. Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubbabel. Zerubbabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Hoofdstuk 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet.
En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël weiden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden omdat zij er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Hoofdstuk 3. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.
En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoofdstuk 4. Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven, dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere, uw God, zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zei, land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken.
Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus. Terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Hoofdstuk 5. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vrijstichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want, ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloedig is, die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zal het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u,
al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent. Opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetenbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee, nee. Wat hier boven uitgaat is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Hoofdstuk 6. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen,
zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet.
En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, klein gelovige? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Hoofdstuk 7. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog, en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen. Opdat ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet,
die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in, en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Hoofdstuk 8. Toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatse, die knielde voor hem neer en zei: Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe, die hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden: Voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. En zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen. En het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En de knecht is gezond geworden op datzelfde moment. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem: Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem.
En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, we vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En toen hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren hem tegemoet. Zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. De demonen smeekten hem: Als u ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in de kudde varkens gaan. En hij zei tegen hen: Ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens. En zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de zee in. En zij stierven in het water. En zij die ze weiden, vluchtten. En toen zij in de stad gekomen waren, berichten zij al deze dingen en wat er met de bezetenen gebeurd was. En zie, heel de stad liep uit Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, smeekten ze hem of hij uit hun gebied wilde vertrekken. Hoofdstuk 9. En nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem, die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, die zo'n macht aan de mensen gegeven had. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Matthäus heette. En hij zei tegen hem: Volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan zullen zij vasten.
Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken, anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit en de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken en beide blijven behouden. Toen hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende die hem aanbad en zei: mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Want zij zei bij zichzelf: als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde zich om, zag haar en zei: heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de misbaarmakende menigte zag, zei hij tegen hen: vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging hij naar binnen en greep haar hand. En het meisje stond op. En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied. En toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem 2 blinden. Die riepen: Zoon van David, ontferm u over ons. Toen hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. En Jezus zei tegen hen: gelooft u dat ik dat kan doen? Zij zeiden tegen hem: ja, Heer. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: kijk uit, niemand mag het te weten komen. Maar zij gingen weg en maakten hem bekend in heel dat gebied. Toen deze weggingen, zie, men bracht iemand bij hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: er is nog nooit zoiets in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden: hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Hoofdstuk 10. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten, om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lebeus, die ook Thaddeus genoemd wordt, Simon Kanaïtes en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun: u zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of twee stel onderkleren of sandalen of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp u ook zult binnengaan, onderzoek wie het daarin waard is. En blijf daar, totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als het huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader het kind. En de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Want voorwaar, ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des Mensen gekomen is. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven de heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veeleer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een pennetje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader, die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het verliezen. Vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen.
En wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Hoofdstuk 11. En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 2 van zijn discipelen en zei tegen hem: "Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander?" En Jezus antwoordde en zei tegen hen: "Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt." Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: "Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet, hij dronk niet, en ze zeggen: hij heeft een demon. De zoon des mensen is gekomen, die wel at en dronk, en ze zeggen: zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u, dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen.
Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en Hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoofdstuk 12. In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen hem: "Zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat." Maar hij zei tegen hen: "Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hen waren, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat." En hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem: "Is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen?" Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: "Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op de Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen." Toen zei hij tegen die man: "Steek uw hand uit." En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar. En veel menigten volgden hem en hij genas hen allen. En hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken wie hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja, toen hij zei: "Zie, mijn knecht, die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen." Toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: "Is dit niet de Zoon van David?" Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: "Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen." Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: "Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen.
Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik, alle zonden en lasteringen zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderen gebroed, hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Toen antwoordden sommige van de schriftgeleerden en fariseeën, Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met het geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. En terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie, zijn moeder en broers stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Iemand zei tegen hem, zie, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem, die dat tegen hem zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei, zie, mijn moeder en mijn broers, want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Hoofdstuk 13. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het.
Een ander deel viel tussen de doorns. En de doorns kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden. Zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Omdat zij niet zien, ook al zien zij. En niet horen, ook al horen zij. En ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren, en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u, dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de doorns gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord, en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Een andere gelijkenis hield hij hem voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heer des huizen gingen naar hem toe en zeiden: heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Een andere gelijkenis hield hij hem voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei:
Ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Jezus zei tegen hen: hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen hem: ja, heren. Hij zei tegen hen: daarom, iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. En hij kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus en Jozes en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En zij namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Hoofdstuk 14. In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus. En hij zei tegen zijn knechten: dat is Johannes de Doper. Hij is opgewekt uit de doden. En daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Herodes had Johannes immers gevangen genomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet, vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen hem gezegd: het is u niet geoorloofd haar te hebben. En hij wilde hem doden, maar hij was bevreesd voor de menigte, omdat zij hem voor een profeet hielden. Maar toen de verjaardag van Herodes gevierd werd, danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes. Daarom beloofde hij haar met een eed dat hij haar zou geven wat zij ook maar vragen zou. En daartoe opgestookt door haar moeder, zei ze: geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd,
Maar omwille van de eden en om hen die met hem aanlagen, gaf hij bevel dat het haar gegeven zou worden. En hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En zij bracht het bij haar moeder. En zijn discipelen kwamen, namen het lichaam weg en begroeven het. Zij gingen heen en berichten het Jezus. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter tegen hen: het is niet nodig dat zij weggaan. Geeft u hun te eten. Maar zij zeiden tegen hem: wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zei: breng ze hier, bij mij. En hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze raapten het overschot van de stukken brood op. 12 manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. De vrouwen en de kinderen niet meegeteld. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. Toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de 4e nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei: kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genesaret. En toen de mannen van die plaats hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij hem die er slecht aan toe waren. En zij smeekten hem alleen maar de zoom van zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Hoofdstuk 15. Toen kwamen enige schriftgeleerden en farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? God heeft immers geboden: eer uw vader en moeder. En wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar u zegt: wie maar tegen vader of moeder zegt: het is bestemd als offergave wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde.
En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd toen hij zei: dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. En toen hij de menigte bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: luister en begrijp het goed. Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet. Maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden tegen hem: weet u wel dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen? Maar hij antwoordde en zei: elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Laat hen gaan. Het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. Petrus antwoordde en zei tegen hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei: bent ook u nog altijd onwetend? Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem: stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei: ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: o vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea. En hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar hem toe. En zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen, zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien. En zij verheerlijkten de God van Israël. En Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei: ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al 3 dagen bij mij gebleven zijn en zij hebben niets wat zij kunnen eten. Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tegen hem: waar halen wij in een afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? En Jezus zei tegen hen: hoeveel broden hebt u? Zij zeiden: 7 en enkele visjes. En hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan zitten. En hij nam de 7 broden en de vissen. En nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte.
En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, 7 manden vol. Zij die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. En nadat hij de menigte had weggestuurd, ging hij in het schip en kwam in het gebied van Magdala. Hoofdstuk 16. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En zij vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: als het avond geworden is, zegt u, mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens, vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden. En kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelige geslacht verlangt een teken. Maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En hij verliet hen en ging weg. En toen zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. Jezus zei tegen hen: kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: dit zegt hij omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen: waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de 5 broden voor de 5000 en hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat ik tot u niet over brood gesproken heb, toen ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei: God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg. Achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt?
Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Hoofdstuk 17. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en ze hebben hem niet erkend. Maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem, die voor hem op de knieën viel en zei, Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden. Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei, O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit. En het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had, als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaatst u van hier naar daar. En hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En zij zullen hem doden, maar op de 3e dag zal hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd. Toen zij Capernaum binnengekomen waren, gingen zij die de 2 drachmen inden naar Petrus toe en zeiden, betaalt u meester de 2 drachmen niet? Hij zei, jawel. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei, wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tegen hem, van vreemden. Jezus zei tegen hem,
dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Hoofdstuk 18. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei: voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken. Want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen, maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor uw kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Pas op dat u niet één van deze kleinen veracht, want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u, als iemand 100 schapen heeft en één daarvan afgedwaald is, zal hij niet de 99 andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Hoofdstuk 19. En het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem, en hij genas hen daar. En de Farizeeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken, en zeiden tegen hem: is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen: hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden tegen hem: waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem: als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen: niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Toen werden de kinderen bij hem gebracht, opdat hij de handen op hen zou leggen en zou bidden. Maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei: laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. En nadat hij de handen op hen gelegd had, vertrok hij vandaar. En zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem: goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem: welke? Jezus zei: u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en moeder, en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jonge man zei tegen hem:
Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen. Verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden, wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des Mensen, zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn en veel laatsten de eersten. Hoofdstuk 20. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen, zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan. En hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Zij zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de 12 discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem aan de heiden overleveren om hem te bespotten en te gezelen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden.
Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar, wat wilt u? Zij zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Zij zeiden tegen hem, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn Vader. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de 2 broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En toen zij Jericho uitgingen, volgde een grote menigte hem. En zie, 2 blinden die aan de weg zaten, riepen toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging, Heere, Zoon van David, ontferm u over ons. De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen. Maar zij riepen des te meer, ontferm u over ons, Heere, Zoon van David. En Jezus stond stil, riep hen en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Zij zeiden tegen hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan. En meteen werden hun ogen ziende en zij volgden hem. Hoofdstuk 21. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus 2 discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep, Hosanna, de Zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de Zoon van David,
namen zij hem dat zeer kwalijk en zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen? Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. 'S Morgens vroeg, toen hij terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem, laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. En toen hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe, terwijl hij onderwijs gaf, en zeiden, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde en zei tegen hen, ik zal u ook één ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden met elkaar en zeiden, als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij antwoordden Jezus en zeiden, wij weten het niet. Hij zei tegen hen, dan zeg ik u ook niet met wat voor bevoegdheid ik dit doe. Maar wat denkt u? Iemand had 2 zonen en hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei, ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde en zei, ik ga, heer. Maar hij ging niet. Wie van deze 2 heeft de wil van de Vader gedaan? Zij zeiden tegen hem, de eerste. Jezus zei tegen hen, voorwaar ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. En hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat ook u hem geloofde. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten een wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Zij zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven.
Jezus zei tegen hen: hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. En toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenis van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En zij probeerden hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigten, omdat die hem voor een profeet hielden. Hoofdstuk 22. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen, en hij zei: zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven: de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem aan handen en voeten en neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe zij hem op zijn woorden konden vangen. En zij stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen en zeiden: meester, wij weten dat u waarachtig bent en in de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei: huichelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En zij brachten hem een penning. En hij zei tegen hen: van wie is deze afbeelding en het opschrift? Zij zeiden tegen hem: van de keizer. Toen zei hij tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich. En zij verlieten hem en gingen weg. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is. En zij vroegen hem: meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. En de eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ook de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding dan, van wie van die 7 zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: u
dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet de God van doden, maar van levenden. En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van zijn onderricht. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de saduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun: Wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tegen hem: Davids zoon. Hij zei tegen hen: Hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen, als hij zegt: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetenbank voor uw voeten? Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden. En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Hoofdstuk 23. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi, rabbi genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op en voor de schijn bidt u lang. Daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken. En als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. Wee u, blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer, het goud of de tempel die het goud heiligt?
en. Heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden. Want wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat erop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn. En u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders, die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseer, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bent als de wit gepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. En u zegt, als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Aldus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol? Slangen, adderen gebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Daarom, zie, ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe. En sommigen van hen zult u doden en kruisigen. En sommigen van hen zult u geeselen in hun synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad. Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde. Vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia. Die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Hoofdstuk 24. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel, en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren, en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt, zie, hier is de Christus, of daar... Geloof het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
Er zullen twee vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heere des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huichelaars. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Hoofdstuk 25. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep, zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes. Die zeiden, Heer, Heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee. En hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had, er nog 2 bij. Maar hij, die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem. En hij zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt.
En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaatsen inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien, of in de gevangenis en zij bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Hoofdstuk 26. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden, niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden, waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven.
Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Hij zei: ga de stad in, naar een zeker persoon, en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij werden zeer bedroefd, en ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, heren? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen, en hij zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die, en zei: drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan, en de schapen van de kudden zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem: al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette, en zei tegen de discipelen: ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij.
En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: "Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt." En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus: "Kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." Opnieuw, voor de 2e keer, ging hij heen en bad: "Mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden." En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de 3e keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: "Slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij." En terwijl hij nog sprak, zie, Judas, 1 van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij, die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: "Degene die ik kussen zal, die is het. Grijp hem." En hij ging meteen naar Jezus toe en zei: "Gegroet, Rabbi." En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem: "Vriend, waarvoor bent u hier?" Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem: "Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn Vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet?" Op dat moment sprak Jezus tot de menigte: "Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden." Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand, tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars, om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij hem zouden kunnen doden. Maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er 2 valse getuigen die zeiden: "Deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen." En de hoge priester stond op en zei tegen hem: "Antwoordt u niets? Wat getuigen deze tegen u?" Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem: "Ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God." Jezus zei tegen hem: "U hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel."
Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: "Hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u?" En zij antwoordden en zeiden: "Hij is schuldig en verdient de dood." Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: "Profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft?" Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: "Ook u was bij Jezus, die Galileër." Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei: "Ik weet niet wat u zegt." Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem. En die zei tegen hen die daar waren: "Hij was ook bij Jezus de Nazarener." En hij ontkende het opnieuw met een eed en zei: "Ik ken de mens niet." Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus: "Werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u." Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: "Ik ken de mens niet." En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, die tegen hem gezegd had: "Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen." Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Hoofdstuk 27. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei: "Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden." Maar zij zeiden: "Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien." En nadat hij de zilveren penningen de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: "Het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is." En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg hem: "U bent de koning van de Joden?" Jezus zei tegen hem: "U zegt het." En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen?" Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hem: "Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt?" Want hij wist dat zij hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: "Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden." Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: "Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten?" Zij zeiden: "Barabbas!" Pilatus zei tegen hen: "Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?"
Zij zeiden allen tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet koning van de Joden! Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was, die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd werd, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En zij gingen zitten om hem daar te bewaken. En zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf! Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zij zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden, zeiden toen zij dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.
En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde: na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: hier hebt u een wacht. Ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Hoofdstuk 28. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de 1e dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hen gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden.
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.